We hebben nu zo ongeveer iedereen wel gehoord over het vertrek van Hero Brinkman bij de PVV. Behalve de ja-knikkers, oftewel de PVV'ers. Lijst Hero Brinkman de day after. Gisteren een hoop gedoe rond Hero Brinkman, vandaag de day after. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is heel vervelend. Ik denk dat we een heel goed Kamerlid hebben verloren. Iemand die altijd in debatten wist waar hij het over had. Iemand die altijd heel charmant overkomt. En een goed politicus. Misschien wel een van onze beste. Maar het voelt wel als een mes in de rug. Zoals Geert zelf ook al gezegd heeft, van het is eigenlijk onnodig. En het ja, is... maar zoals Geert al gezegd heeft, dat horen we dan te vaak. Nou vraag ik aan jou jouw mening. Ja, nou, maar die, nogmaals, die sluit erbij aan. Dus ja? Dan... Jij bent ook zo'n ja-knikker. Ben ik een ja-knikker? Nou ja, dat vraag ik dan. Nee, ik ben niet zo'n ja-knikker, nee. Want dat is wat Hero zegt, hè? De fractie zit vol met ja-knikkers. En wat Geert zegt, dat vinden wij ook. En dat zeg jij nu impliciet eigenlijk ook. Nou, ik sluit aan bij zijn reactie. Hero, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Gesloopt, denk ik? Ik heb goed geslapen. Heel kort, 3 uurtjes, maar goed geslapen. Hij is een regisseur. Nou, Steven Spielberg is er helemaal niks bij. Dit is gewoon geregistreerd. En hij heeft gewoon de pleiterik gemaakt. Ik vraag bij jouw oud-collega's wat rond. Hoe hebben jullie dit ervaren? En eigenlijk krijg ik vooral te horen, als een mes in onze rug. Hoe zie jij dat? Ja, nou ja, kijk, ik wil niet zuur gaan doen. Ik koester geen wrok. Ik wil wel graag even dan met dat soort reacties refereren aan al die keren waarin ik in mijn eentje in de fractie heb aangegeven dat ik ergens of tegen was of het anders zag. Maar nu ga je gelijk terugslaan. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dat vind ik heel vervelend. Doet me pijn. Nee, het doet me geen pijn. Ik vind het zelf niet nodig dat hij vertrokken is. Ik vind het jammer voor de partij. Ja, want hij was een prettige collega? Nou, ik heb gewoon goede gesprekken altijd met hem gehad. Hij was een prettige collega? Nou, prettige collega, je hebt... Is het nog niet zo moeilijk? Nou ja, ik heb goed met hem samengewerkt inderdaad. Was het een prettige collega? Ja, goed samengewerkt. Vind jij het goed dat de PVV bevolkingsgroepen wegzet? Ik heb daar even geen commentaar op. Ja, nou, dat had hij ook kunnen bediscussiëren in de fractie. Maar dat heeft hij gewild. Ja, daar is het allemaal om te doen. Maar dat vertel ik je net. Dat komt hij dan met een mail donderdag. Ja, waarom zet hij het op de mail? Dat moet je dan ook maar eens afvragen. Want de mail lekt uit. Is dat dan een regisseren? Ja, dat is denk ik regisseren. Ik gun hun ook wat dat betreft echt de allerbeste. En dat wil ik ook... Ballonnen, het zijn ballonnen, Hero. Ja, ik schrok al, zeg je. Ja, je bent nu alleen. Ja, je staat er alleen voor. Je weet nooit.